Die groot project, die groot idee vandaag gaat oor padveiligheid. Dus ook als die metro en die politie betrokken het, is eigenlijk tweerlei. En wat ons eerstens gaan doen, gaan een padblokkade wees. En soos wat die voertuie afgetrek word, kry hulle een waterbottel en hulle kry een pamflet met padveiligheidsreels en ook teen misdaadreels, alles oor veiligheidsreels. En dan die activiteiten is om aandacht te trekken voor die publiek. So bietjie pret, bietjie muziek, bietjie aandacht te trekken en die druk van een padveiligheid, ach, van een padblokkade af te haal van die publiek af. Daar gaan vandaag 5 wereldrekordpogings wees, alles oor 1 kilometer afstand. Ek hou tans 31 geregistreerde wereldrekords. De meeste van hulle gaan met banden en rolstoelen. Sprint toe! Op! G! So, ek gaan vandaag een van die wereldrekords probeer breek op 0,5 kilometer met 100 kilogram band. Dan gaan ek daarna een voertuig sleep met een harnas, soos wat die sterkmanne doen, terwijl ek die band flip. En dan die andere activiteit wat ek gaan doen is, ek gaan 2 kilometer in een standaard hospitaal rolstoel ry en probeer om een wereldrekord op te stel. En dan had ik 2 dames ook wat gaan 2 wereldrekords doen. Die een gaan een tire fly voor 0,5 kilometer. En dan die andere dame gaan voertuig sleep voor 0,5 kilometer op teen tyd. Die een dame, ja, Madeleine Prinsloo, sy hou tans 2 wereldrekords. En ek glo en vertrou sy sal vandag 'n derde een kan opstel. Gebruik jou heupspiere nou. Lê oor. Gebruik jou heupspiere, lê oor.